De European Broadcasting Union, EBU, heeft haar verklaring over de disqualificatie van Joost Klein verder verduidelijkt. De organisatie van het Eurovisie Songfestival blijft vastberaden achter hun beslissing staan om Klein uit de competitie te verwijderen. In hun verklaring stelt de EBU dat het gedrag van Joost een duidelijke schending van de wedstrijdregels vormde, die zijn ingesteld om een veilige werkomgeving voor het personeel te garanderen. Daarnaast geeft de EBU aan dat de beslissing om Klein te diskwalificeren volgde op een grondig intern onderzoek en dat deze maatregel werd ondersteund door zowel het bestuur als het vaste adviesorgaan, de Eurovision Song Contest Reference Group. Volgens de EBU was het ongepast om Klein door te laten gaan naar de finale, gezien de omstandigheden en het feit dat de zaak binnenkort door de politie aan de officier van justitie wordt voorgelegd. De organisatie benadrukt ook dat de versie van de gebeurtenissen zoals die in sommige publieke reacties en op social media wordt weergegeven, niet overeenkomt met de verklaringen van medewerkers en getuigen die met ons en met de Zweedse politie zijn gedeeld. De EBU heeft verder aangegeven geen verdere opmerkingen over de kwestie te willen maken om het lopende juridische proces niet te verstoren. De Nederlandse Publieke Omroep, NPO, mede namens de Afrotros, heeft bezwaar gemaakt tegen de disqualificatie van Klein. Volgens de omroep die verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, maakte de artiest een dreigende beweging naar een cameravrouw. De omroep verklaarde dinsdag dat zij op de uitkomst van het onderzoek wachten en op dit moment geen verdere inhoudelijke reacties willen geven. Deze kwestie heeft tot veel discussie geleid binnen de Eurovisiegemeenschap, waarbij meningen sterk verdeeld zijn over de gepastheid van de genomen maatregelen. Terwijl sommigen de strikte handhaving van de regels door de EBU prijzen, uiten anderen hun zorgen over de transparantie van het proces en de impact op de reputatie van Joost Klein. De uitkomst van het politieonderzoek en de mogelijke vervolgstappen door de officier van justitie zullen waarschijnlijk een cruciale rol spelen in het verdere verloop van deze zaak.